Kijkers, bij mij heb ik uitgenodigd in de studio enkele leden van de stichting Friends in Service. En in de persoon zitten naast mij de heer John Goede. Hij is de voorzitter van de stichting. En mevrouw Listra Landbrug. Zij is de director. Wat is deze stichting en hoe lang bestaat deze stichting al? Horen we van deze twee mensen. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Goede, u bent de voorzitter van deze stichting. Ik ken John Goede als een tennisgenie, maar u zit in een andere hoedanigheid hier als voorzitter van de stichting Friends in Service. Vertelt u, wat is deze stichting en hoe lang bestaat deze stichting er al? Dus deze stichting bestaat vanaf januari, 17 januari 2023. En het is ontstaan uit een groep hele goede vrienden die allemaal sociaal bewogen zijn en heel veel ervaring hebben in sociaal werk. Vanaf wij, denk ik, 16, 17 waren en we waren in de Leo Club en de Lions Club enzovoorts. En wij hebben besloten om op deze manier, op onze manier een bijdrage te leveren. Dus we hebben de stichting opgericht, Friends in Suriname, Friends in Service. Het is belangrijk om op ons tempo, maar met onze ervaring, een bijdrage te leveren. En daar gaat het voornamelijk om. Uit hoeveel leden bestaat deze stichting? We bestaan tot nu toe uit 8 mensen en we gaan naar 10. En dat is dus de kern van onze groep. En het zijn allemaal leeftijdsgenoten. Veel mensen uit de corporate world. Hoe noem je dat? Een hoeveelheid aan ervaring. Ja. Mevrouw Landbrug, u bent de director. Ja. Is er een bepaalde richting waar de stichting naartoe wil gaan als het gaat om de sociaal-maatschappelijke problemen, om daar een bijdrage te leveren? Ons belangrijkste project op dit moment is het project Menstruatie Armoede. Menstruatie Armoede, om het even te belichten, is dat en onze focus is schoolgaande meisjes. Degene die dus de school niet bezoeken, omdat ze niet in staat zijn om in hun hygiënische behoeften te voorzien. Ze verzuimen vaak, ze doen ook niet mee met sport, etcetera. Dus vandaar dat we dus hierop gefocust zijn. En we doen dus dan de scholen aan. Hoe verloopt het tot nu toe? Wat doen jullie precies als jullie naar de scholen gaan? Tot op dit moment hebben we presentaties gehouden voor scholen en ook nog voor de padvindersgilde om de meisjes een beetje voorlichting te geven. Maar op dit moment zijn we gefocust op de distributie van maandverband. We hebben 10 scholen uitgekozen. 2 in Wanica, 2 in Paramaribo, 2 in Komowijnen, 2 in Saramaka en 2 in Para. En we zijn dus bezig om het maandverband te distribueren. Het maandverband hebben we aangeschaft uit eigen middelen. En we vragen dan van de schoolhoofden, schoolleiders, dat ze ons dan de data die ze verzamelen, door aan te geven hoeveel kinderen hebben we er behoefte aan. En de frequentie waarop ze dus komen om aan te vragen van juf, mag ik een verbandje van u, want ik heb een periode gehad. En dan spelen we dus daarop in. En morgen is een belangrijke dag, want ik zie 28 mei is de Wereldmenstruatiedag. Ja, ja. Hoe zal de stichting morgen er invulling aan geven aan deze dag? We hebben tot nu toe hebben we 5 scholen bezocht. Morgen starten we weer met de overige 5 scholen die nog bezocht moeten worden. En ik denk dat op ons programma staat Mulo Schotelweg, dus we gaan naar Para. En dan gaan we dus daar ons menstruatie project uitvoeren door middel van de distributie. We vragen er aandacht voor omdat je toch wel het geheel uit de taboesfeer moet halen. Want er wordt nooit over gesproken, maar de nood is heel hoog. U haalde dit aan, taboesfeer. Tijdens de presentaties op de scholen merkt u ook dat het in een soort taboesfeer is? Ja, het is heel grappig. Onze eerste presentatie was op de Verwijnschool. Ja. En je komt daaraan in een klas met misschien 40 meisjes.
jonge meisjes. En dan ga jij als man deze presentatie openen. Dus begin je ook alvast scheel aan te kijken van, samen is ook wat tegen mij. En dan moet je het proberen het ijs te breken als man, maar ook met de ervaring als vader en veel met sport bezig geweest. En toen ik dat had gedaan, toen was het tijd voor mij om weg te gaan, maar echt fysiek weg te gaan. En dan waren ze dus alleen met de dames over van onze stichting. En dan konden ze rustig luisteren naar wat er naar voren werd gebracht en dan konden ze eventueel vragen stellen. Dus het is een heel serieuze zaak, maar het is ook een zaak die over generaties gegroeid is. Dit taboe is gegroeid over generaties, want onze overgrootouders die wisten natuurlijk niet hoe ze ermee moesten omgaan. Ja, daarna onze ouders en zo voort. En de informatie is nu wel beter beschikbaar voor iedereen die dat wil. Maar de helpende hand is belangrijk om dit te doorbreken, de informatie te verschaffen en mensen veel meer op hun gemak te stellen dat dit een heel natuurlijk proces is. En tijdens de... U gaf aan, u bent als man eruit gegaan. Mevrouw Landbrug, ik neem aan dat u dan als een van de vrouwen bent gebleven van namens de stichting. Ja. Is het gesprek op gang gekomen? Is het losgekomen? Het kwam op gang. Het was natuurlijk moet je het ijs breken en dan heb je introductie. Dat ging wel goed. Ze hebben het ook begrepen, maar aan het eind, als je dan je enquêteformulier uitdeelt en dan moeten ze dat net wel anoniem invullen, kregen we toch een vertekend beeld. Hebben we toch een vertekend beeld gehad, want ze zijn toch niet open genoeg om aan te geven dat er behoefte is en hoe vaak ze er de behoefte toe hebben. Hoe vaak ze de school verzuimd hebben of een activiteit omdat ze geen maandverband hadden. Maar in het gesprek zelf, in die presentatie, kwam het wel naar voren. Maar toen ze het op schrift moesten zetten, ook al was het anoniem, toen kregen we heel andere data uit. En heeft u eruit kunnen halen dat vanwege een gebrek aan financiële middelen zij de school niet kunnen bezoeken omdat zij geen maandverband kunnen kopen? Ja. De scholen hebben nu, de meeste scholen of waar ik mee betrokken ben, of wij, zij hebben wel de mogelijkheid dat die leerlingen, mocht er iets, de menstruatie op school aanmelden, dat die leerlingen dus bij het schoolhoofd, of bij het, op sommige scholen hebben ze een speciale zorgleerkracht, die dan die meisjes helpt en voorziet. Maar het komt wel eens voor dat ze de school gewoon niet bezoeken. Meneer Goede, u haalde aan dat de stichting vooralsnog uit eigen middelen deze projecten heeft uitgevoerd. Is het haalbaar om dit te continueren uit eigen middelen? In principe kan het, maar dan zullen we op een hele kleine schaal moeten doorgaan. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we groter worden. De bedoeling is dat wij wat meer donateurs hebben en sponsors. En we zijn ook heel voorzichtig. We zijn in contact met de bank voor het opzetten van de rekening. En daar zijn er bijzonder veel regels voor met betrekking tot stichtingen. En dat is prima. Maar in deze aanloop hebben wij uit eigen middelen dat gedaan. En met de hulp van een paar kleine sponsors, sponsoren. En wij zijn ook bezig om met het voorstel naar de sponsor te gaan van kijk, als jij dan uit jouw administratie naar een X-bedrijf het maandverband koopt, dan komt het geld niet in onze handen. Dus wij willen een duidelijke, transparante organisatie hebben, een financieel duidelijke situatie. En omdat het gaat om het helpen van het schoolgaande kind. Dat is de main point. Dus, wat ik dan begrijp, het gaat niet per se dat de stichting de middelen wil, maar als je eigenlijk de spullen kan kopen, koop, doneer aan ons en de distributie wordt verder gedaan. Dat dus, we hebben dus ook af en toe een project gedraaid met bijvoorbeeld senioren burgers en van die wegwerpluiers enzovoorts. Maar dan ontvangen wij een partij, zodat wij dat ook kunnen distribueren. Dus in feite komt er eigenlijk geen geld in onze handen. Ja. En wij zijn eigenlijk een tussenpersoon, een guide.
hulp naar die gemeenschap toe. De stichting Hart in het Veld, zijn er ook andere problemen geconstateerd waarvan u zegt van dit zal het volgende project moeten worden? Ja, we zijn onder andere doordat wij met de schoolleiding spreken en soms ook met leerlingen, zijn we erachter gekomen dat, of niet erachter gekomen, is het bevestigd dat er ook heel veel seksuele intimidatie is op de scholen met jonge meisjes. En ik noem het nu seksuele intimidatie, maar het gaat veel verder dan dat. En onze jeugd is blootgesteld aan de invloeden van de community. En misschien gaan wij daar ook in samenwerking met een andere organisatie een project draaien. Maar wij komen dus dat tegen. We komen ook tegen de normale dingen dat je gaat naar de school en ze zeggen van ze hebben geen leermiddelen en ze hebben dit niet en dat niet. Maar dat is dus niet onze core. Ja. Maar we komen dus wel het x aantal dingen tegen. Maar komen ook hele mooie zaken tegen. Ja. En misschien wil mijn collega Listra daarover spreken. Een heel mooi verhaal. Dat gaan we ook verder uitdiepen. Ik weet niet als je ons daarbij kan assisteren. Maar we zijn op een school gekomen en daar zijn we ermee verrast geworden. Mm. Positieve zin. De acceptatie van van de hele school van een dwergleerling. Wow. En ze is de queen of the school, om het zo te zeggen. En we hebben contact gemaakt met het schoolhoofd om te vragen als we haar mogen belichten. Ze is een Milo B-student en ze wil arts worden. En we willen het project samen met de school, willen we haar dus als voorbeeld aangeven dat acceptatie, dat is een, weet je, dat het een grote rol speelt. Heel mooi. Want het is een, ja. Heel mooi. We willen het verder uitdiepen en dan wordt ze ook gepresenteerd. Fijn te horen. Als een kijker of luisteraar in contact wil treden met de stichting, hoe kan dat? Dat kan. Ze kunnen via de telefoon. Het nummer is 843-7718. Dus 843-7718. Dat kan, dat is via mij. En wij zijn dan direct beschikbaar om e-mail uit te wisselen enzovoorts. Dus absoluut. En wij hebben, we werken met ons eigen netwerk. Dus al onze leden hebben om zich een netwerk. Ja. En op basis daarvan zijn wij van plan te groeien. Klinkt goed. Heeft u tot slot nog iets aan dit geheel toe te voegen? Ik hoop dat we dit project, dat heel behoeftig is voor jonge meisjes, dat we dit project kunnen uitbreiden, zodat het uit de taboesfeer wordt gehaald en dat we succesvol kunnen zijn hiermee. Van harte bedankt voor uw komst naar de studio en we blijven de stichting op de voet volgen. Dank u wel. Kijkers, dit is het geweest voor Magazine 4 op maandag 27 mei 2024. Sam Blankendal groet.